In de supermarkt heb ik 6 eieren van hennen met vrije uitloop gekocht. Een verstandige koop, want een ei dat er na een fikse wandeling werd uitgeperst, moet gewoon lekkerder zijn dan zo'n in de legbatterij haastig afgeknepen exemplaar. Maar hoe valt te achterhalen of de diervriendelijke eierliefhebber hier niet in de luren wordt gelegd? In acht genomen dat een gezond pluimveebedrijf het in de eerste plaats van de massaproductie moet hebben, stelt zich de vraag hoe ze het klaarspelen om al die kippen en ons een vrije loop te garanderen, in plaats van een vrij uitzichtloos bestaan als kip die surplassend op één poot de eieren eruit laat knallen tot ze er dood bij neervalt. Laat een uitgebreid team van vrijwilligers misschien dagelijks elk een kip uit? Pak het riempje, Clara. Het zijn ongetwijfeld vragen die u niet dagelijks bezighouden, maar wie tegenwoordig een beetje gevogeltevriendelijk eieren wil eten, moet toch uitkijken. PS. Natuurlijk heeft u ook nog recht op een bespreking van de nieuwe Kim Wilde. Dus vooruit dan maar. Op de nieuwe Kim Wilde wordt gekakeld dat het geen naam heeft, maar eieren leggen is er niet bij.